genomineerd voor de ECI Literatuurprijs, waar ik heel trots op ben. En ik vind het zo leuk, ook omdat mijn eigen ouders elkaar als studenten, werkstudenten eigenlijk ontmoet hebben bij ECI als verkopers van abonnementen. En als dat niet was gebeurd, was ik er niet geweest, was Malva er niet geweest. Was de ECI-prijs er wel geweest, maar ja. De ECI Literatuurprijs is een prijs met een rijke geschiedenis die dit jaar voor de 30ste keer wordt uitgereikt en die tegelijkertijd is de Willem Jongenprijs. Pas sinds vorig jaar, 2015, hebben wij als ECI de eer om met de literatuurprijs onze missiekracht bij te zetten. Bij de ECI Literatuurprijs gaat het om de vreugde van het lezen, het plezier in het boek. Boeken lezen is mooi, is inspirerend, is belangrijk. Je hebt er plezier in. Toen wij klaar waren met deze longlist en we zagen hoe geweldig evenwichtig die longlist was samengesteld. Vlaams, Nederlands, man, vrouw, oud, jong, debutant, gevestigde schrijver. Ze zijn er allemaal min of meer in een goed evenwicht. Uitgeverij Lebowski is ontzettend vereerd uiteraard dat Arno Grunberg zijn nieuwe roman Moedervlekken genomineerd is voor de ECI Boekenprijs. Een van de allerbelangrijkste prijzen in Nederland.